Voor de brandbeveiliging zit er een sprinklerinstallatie in je gebouw. Die test je regelmatig en je laat hem jaarlijks onderhouden. Maar hoe is het met de binnenkant van de leidingen gesteld? Je wilt erop kunnen vertrouwen dat de installatie bij brand goed werkt. Schakel daarom een onderhoudsbedrijf en inspectieinstelling in om periodiek de inwendige staat van de leidingen te laten onderzoeken en beoordelen. Dit vraagt wel enige voorbereiding. Zo zijn er voorzorgsmaatregelen nodig zodat de installatie zo kort mogelijk buiten bedrijf is. En wellicht zijn andere aanvullende maatregelen noodzakelijk. Een goed plan van aanpak zorgt voor minimale overlast. Jouw onderhoudsbedrijf of een adviseur kan je daarbij helpen. Geef het onderhoudsbedrijf opdracht om een onderzoeksplan op te stellen. Het is verstandig om gelijktijdig de inspectieinstelling in te schakelen. De installatie hoeft dan namelijk maar één keer open. De inspecteur kan aangeven welke zaken van belang zijn voor de inspectieinstelling, zodat deze worden opgenomen in het onderzoeksplan van het onderhoudsbedrijf. Na afloop ontvang je een onderhoudsrapport over de staat van de leidingen. Eventueel staat er een advies in over maatregelen, reparatie of vervanging. Daarnaast krijg je ook een inspectierapport waarin staat aangegeven of de installatie voldoet. Zo weet je zeker dat de sprinklerinstallatie doeltreffend functioneert mocht er brand uitbreken. Dus, is jouw sprinklerinstallatie binnenkort aan periodiek inwendig onderhoud toe? Neem dan contact op met het onderhoudsbedrijf en de inspectieinstelling en maak samen een goed plan van aanpak. Kijk op hetccv.nl/sprinkler voor bedrijven die je kunnen helpen.